Each, me, some, she, go, 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 each, me, some, she, go. 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 Thank you.
Ja, oké. Ik heb hem ook in. Ja. Ik heb hier. 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 Ik he
Peach. Peach. Sun. Ni. Chi. Sun. Peach. Chi. Ni. Sun. Peach. Ni. Sun. Sun. Peach. 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 Sun. Peach. Peach. Ni. Sun. Peach. Sun. Ni. Sun. Peach. Ni. Sun. Peach. Peach. Sun. Peach. Peach.
kruis links, Monatsky recht en schuin. En dan de oefening om haar tanden in te houden. Yes. Ach, nee, dat is goed.
Ja, dat is een slechte, ja. Ja, we werken om kunnen lukken, want we gaan serie van bewegingen. Dat was je aan het gaan doen. Ik vond het zelf wel leuk om die basisoefening eventjes te doen. Dus nu kan je eigenlijk kiezen, ik wil dit thema eigenlijk weer eens van de les ook gebruiken, maar de inhoud, het programma wat je kiest, dat is aan jou. Het zou een bepaald programma zou je kunnen kiezen, wat misschien handig is. Maar dat is aan jou, wat je wilt. Het hoeft ook niet het hele programma, maar dat je iets kiest, een set van technieken. En die ga je uitvoeren met behoud van tandem. Ja. Dus niet in de afslag nemen richting de technieken en stilstaan. En juist in beweging met tandem bezig zijn. Ja, je hoeft het niet snel, je merkt nu al, je moet even doseren met je conditie. Dus kijk wat gewoon past. De snelheid is er niet in, maar gewoon dynamiek. Tandem. En dan een set van bewegingen. Dus ik zou zeggen, kies je partner. Kies een set bewegingen die je wilt doen. Stem het misschien even af, dan weet die ander wat je aanvalt. En dan ga je zo een set bewegingen doen. Dus het hoeft niet een kwartier, hè? Dus kies gewoon een stukje wat te doen is, zo wat je af kan wisselen. Ja. Are you still pesky? Yeah. Yeah. Dat is
zetten. Draai maar. Oh, ja, dat is goed.
Thank you.
Ik hier. Ook een nieuws. Nou, zit ik dan. Ik moest er anders door. Nee, ik moest er niet anders door. Ik ging anders. Okay, yes.
Ja, ik was met een vraag. Ja, ik heb ook al niet. Jullie hebben steeds een serie geoefend met behoud van tandem. Dus ik ben wel benieuwd wie zou dat willen laten zien met z'n tweeën. Je hebt het heel mooi voorbereid. Dus, Ja, ik hou je wel. Nou, dat is wel goed. Yes, entertain us. Zie dit klaar voor is. Oh. Als hij hem gevonden heeft. Praktisch voorbeeld aan het eind, dat je wist het niet precies, nou dat moet er maar zijn, goed, dan en hier zo. En ze ook gewoon zo groeten zo en dan valt het niemand op, zeg maar. Ja, dat als voorbeeld. Dus je kan heel goed zien hoe dat gaat die tanden en daarvoor ben je aan het oefenen. Kijk, we zijn geen Japanners, die lopen van de hele dag in tanden en niet omdat ze eraan denken, maar omdat ze vanaf jongs af aan gedrild zijn. Zo, ik weet niet of dat echt gezond is, maar je ziet gewoon een ontspannen gezicht, zeg maar. Dus als je merkt, dit gebeurt al. Dan weet je al, ja, vaak een ontspannen, kalm, open gezicht, zeg maar, dat maar ja, je gaat niet proberen je gezicht zo te houden, je houdt gewoon tanden en dan het gevolg is ook. Nou, wie wordt de volgende twee? Ja, dat oké. Het is allemaal klaar dan. Nee, het is best
Daar denk ik wel, hè? Daar denk ik niet. Het is echt een toonbeeld van Tanden. Mooi, hè? Niet gelukkig ook. Ja, je weet goed te verbergen dat je een tijdje niet geweest bent. Het valt niet op, hè? Ik heb de video's gekregen. Kijk, dat is wat heet. Thank you.
dat iedereen het zien heeft. En mooi hoe er gecommuniceerd kan worden met tandem. Ja. Zonder te praten, is altijd meerdere delen dat zo. Dat is nu wel een moment van. Dit is het eind, zeg maar, zonder woorden. Dat je het duidelijk lijkt, bijvoorbeeld. Mooi. Nice. Dus nou zit op de helft. Dus nou kan je iets anders kiezen, ander programma. En dan ga je het nog een keer doen. Zeg maar, ben je goed met tandem? En gewoon lekker met andere vormen. Maar let erop dat je niet gaat piegelen om zoveel mogelijk te doen. Maar gewoon begin en eind. Met tandem voel je een aantal dingen uit. Yes. De samenstelling, ben je het. Succes. Yes. Kun je verder gaan? Toch wel nagedacht. Oké. Dat is een grote.
Dat wordt een beetje. Ja, Oké. Is dit dan? Is het voor?
Ook kunnen we dat is goed dan. Ja, 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 een beetje. Het is nog een beetje. Oh, dus dat mag er nog komen. We hebben ook een ja, dus ik hapering erin die ik niet verwacht. Ja, dat is een beetje wat er is. Ja, dat is een beetje wat er is.
Ja, ja, precies. Aan de armen. Toen van hoe je een keer te zetten. Ja, toen lijkt het ook niet een val. Wat hebben we hier gemaakt in de vijf? Nou, dat heb ik niet. Oké. Dat is dan weer van de armen. Ik hier, dat is wel een beetje aan de armen. Dat mag ik echt. Dat is een beetje aan de armen. Ja. Ja, ik denk al, het is er niet en ik wil het niet als zag ik jou denken aan die draaijaal. Ja, ja, ja. Dus dat is je denkt eerst al die volgende en dan komt die draai. Begrijp je? Ja, dat is toch niet zo. Zwaartslag, hè, ontspannen. Ja, nou ja, dat doe ik altijd precies. Ja, dat brengt hem van me af. Ja, dat is wel spannend aan het vallen. Dan even kijken. Mag je anders houden? Ja hoor, welke. Welke hand moet ik dan doen? Ja, ik heb geen idee. Ja. Goed. Nu moet ik de meeste kracht maar echt van slag maken. Dus mijn elleboog goed. Ja, dat kost geen moeite. Kijk,
Ik moest dan wel
Oké. Ja, dat zijn ze een beetje verward. Verwarring is sinds die tijd niet helemaal gehouden. Dus ja, was er bij. Ja, dat is goed aangeslagen. Ja. Die gaf onder week les natuurlijk. Hè. En je weet heel veel, man, Mark. En er werd steeds meer omdat het wel aan het afbouwen was. En toen
zit echt de meeste keer met verwarring. En jullie stonden echt helemaal van, maar dat was juist zijn doel, om die mensen in verwarring te krijgen. En kijken of je dan nog bouwt van one point toe nog, hè, of je het dan bewaart. Dus dat is een element, dat is één kant. Maar waarom doen we dat nou juist niet richting een performance, richting een demonstratie, richting een examen? Waarom gaan we niet spontaan, dus of een oekers waar je niet mee getraind hebt? En waarom doe je niet technieken die je niet voorbereid hebt? Wat is dan het element in je demonstratie? Waarom doen we dat niet? Aiki. Ja, dus ja, iets meer. Als ik ingesteld ben op hoeken, dan kan ik beter harmonie laten zien. Ja, precies. De uitdrukking geven van Aikin, als je echt lekker op elkaar ingespeeld bent en voorbereid. Ja. Dan zie je in de performance dat het opkomt. Het is net als dat je een toneelstuk doet, hè, dat verleek wil het wel eens mee. Je voelt gewoon die acteur die dat helemaal erin zit in die rol, die doet iets en je kijkt in film of je kijkt op toneel en ja, je zit er ook in. Dus echt een goede zou misschien ook wel kunnen van nou, dit zijn je lines en dat is de scène en succes. Ja, maar normaal is het heel goed voorbereid en daardoor zie je gewoon iets heel moois. En dat is denk ik een mooi element aan demonstraties. Vandaar dat ik erg twijfel om nu die verwarring te gaan creëren. Want ik zie al het opbouwen naar een demonstratie met harmonie. Vraagt best wel wat oefening. En door dat te verstoren heeft dat effecten. Zeg maar. Dus, ja. Het is niet nu mijn doel. Maar het knaagt wel enorm. Maar ik voel gewoon, dat is de weg. Maar misschien is dat ook wel qua niveau. Ik beviel me bijvoorbeeld op Robert en Surya. Jullie waren gewoon aan de top qua tandembehoud. Hoe jullie bezig? Iedereen had het wel gezien waarschijnlijk. Er zat niks onrust in, het was gewoon heel kalm, het was gewoon gedaan. En het was heel stabiel. En bij jou zag je dat ook wel goed, Dirk. En eigenlijk hoe hoger de examens gaan, hoe hoger de graden gaan, die vrijheid is lastig om mee om te gaan. Dat viel me een beetje op. Hoe vrijer het is, dan zie ik toch van, oh, ik weet het niet. Oh, ik probeer het wel. Oh, nee, dat heb ik niet helemaal. En dat zat bij jullie helemaal niet in. Want jullie deden gewoon precies wat je in je geest voor ogen had en je was zo stabiel erin. Dus ik weet ook niet wat ik hiermee wil zeggen, maar... Nou, wat simpel. Het viel me wel op, dat element. Dus ik denk als nu iemand komt en je doet allemaal dingen, dat kijk ik daar naar uit. Dan vind ik dat leuk als je komt naar me toe en je pakt bijvoorbeeld drie of de doring vast. Dan vind ik het leuk om te voelen met elkaar. Wat is er allemaal? En als het een jokerman is, dan denk ik, oh ja, die contact ook in... Dat ik ook wel opviel, bijvoorbeeld Jochem en Nog, en zeg maar, een soort afstand, zeg maar. Dat viel me echt aan het begin heel erg op. Het was niet samen, maar zeg maar. Het enige wat ik voel als ik zoiets doe, als je met Jochem komt, denk ik, oh, samen gaan we doen. Het is een soort standaard gevoel, zeg maar. Dus de vorm maakt niet zoveel uit. Je ziet, ik verzin nu net technieken en dat dacht ik niet van. Dus er is misschien wel een kort moment dat ik heel even kan settelen erin. Maar dat gaat best wel vlot, zeg maar. En dan zou ik zo'n heel rijtje kunnen doen en doorgaan. Maar misschien is dat een element bij hogere niveaus, is dat ja, makkelijker te doen. En nu kan het misschien alleen maar verstorend werken als je al nu dat gaat proberen. En voor Joep zal dat ook wel makkelijker zijn. Dat merk je ook wel. Je was net ook bezig en dan zie je gewoon, oh, dit en dat. En dan merk je dat. Je bent eraan. Dus voor nu denk ik dat het, ja, we moeten beperkt met vrijheid omgaan. Ja. Hoe handiger, hoe makkelijker jouw programma is voor jezelf, hoe helderder, hoe makkelijker het is om je tandem te houden. Dan kan je gewoon een hele mooie harmonieuze demonstratie neerzetten. Daarna heb je nog met meerdere aanvallers, dus dat is ultiem geprikkeld worden. Krijgt wel iemand uit zijn tandem. Ik zie het wel voor, maar ik zet er maar één in, maar die krijgt er echt wel uit. Hoor. Oh, ja. Misschien even niet, maar het gaat wel lukken. Ja. Maar dan moet je echt krachtig zijn, want het kan zijn dat, gewoon, dat je zo geworteld zit dat dat niet gaat gebeuren. En dan niet alleen even, maar dan langere tijd, zeg maar. Zolang als die storm aanhoudt, blijf je geworteld.
Dat zijn superleuke uitdagingen, maar dat vind ik heel prikkelend. Maar ik denk als ik dat nu ga doen, dan kan het zijn dat je een beetje ontworteld raakt. En dan laat het eerst maar lekker groeien, die wortels en die technieken en die principes. Dus dat is ook een beetje te kijken wat... Nou, als ik het zo hoor, gaat het rot. Zwaar je dan wel kunnen? Zolang het programma hetzelfde houden, zal het heel stabiel zijn. En dat is goed. Dat is al moeilijk genoeg om met één techniek al verschillende oekers te krijgen. Ja, alleen dat element al van wisselen van oeken op één techniek, ja zeker. Ja. Ja, en er zit ook zoveel in, maar wat ik ook zie dan bijvoorbeeld, als je, iedereen is anders, hè? Dus als je komt, je moet die andere persoon rust geven, je moet een soort comfortabele stoel geven, en dat vergeet je misschien wel eens in het bezig zijn. Ja, daar waren we net aan het oefenen, bijvoorbeeld Ishiro Dori. Het is van, komt hij aan, moet dat doen? Ik zei, ja, yes. Nee, hij komt aan en ik kom van. Ik zei van, yes, oh, dat zijn we, oh, daar is de verlenging. Ja. Laat hem gewoon komen, Katadori. Laat hem gewoon komen, ik hoef helemaal geen haast op en krachten die niet lekker zijn, zeg maar. Gewoon alleen maar gepast. Gepast geweld, gepaste uitvoering. De wet zegt het ook, hè? Als er een inbreker komt en die past geweld toe en jij gaat veel meer geweld toepassen waardoor die serieus beschadigd is, dan ben jij schuldig. Dus ik heb wel eens uitgezocht, denk ik, ja, maar wat is dan gepast? Nou ja, het mag wel meer zijn, maar het moet wel gepast zijn. Proportioneel. Als je wapen hebt, dan weer. Ja, precies. Dan is dat gepast, ja, ja. Maar vertalend hier naartoe ook gepast, zeg maar. Want hij komt dan de categorie. Hier. Wat past er bij zijn lichaam? Dus ik ben hem gewoon aan het centrum. Wat past bij hem, zeg maar, om dat te kunnen doen? En ik zie dat ik toch wel wat snelheid in. Ik zag bij jullie ook alweer heel mooi, zeg maar. Surya, je bepaalde beweging, jij was helemaal erop aangepast. En je was er helemaal bij hem, je liet het gewoon toe dat ze gewoon rustig de draai kon maken naar de grond. En je bent er ook bewust van, hè? En je voelde dat ook van, ja, dat is oké. Okay. Je komt in een soort gemak van, ja, ik kan hier wel volgen. Ik word niet echt onder druk gezet, maar wel duidelijk geleid. En dat is heel belangrijk als je het niet meer weet. En het komt allemaal op je af, hoe kan je nou die ander nog een comfortabel gevoel geven? Meestal denk je van, oh, ja. Het menselijk is het dan een beetje uit. Dus nou ja, heel breed kader. Wie wil dat wat laten zien met z'n tweeën? Je mag kiezen wat je wilt. Je mag ook met dezelfde partner. Mag ook wat je net geoefend hebt. Of iets anders niet. Iets anders wat je wilt. Zelfs als zij je nu laten, dus gewoon even topdemonstratie, vierde dan, demonstratie is wel kort en krachtig. Dat is niet eens zo ver, eigenlijk voor jullie allebei. Ik weet nog wat Wil ooit zei, maar volgens mij had hij echt wel hogere leeftijden, maar laten we geen leeftijd kunnen noemen of kiezen. Dan verandert het programma ook, dan doe je iets wat bij je past. Volgens mij heet dat bij Kees of bij Jo. Zijn die gewoon van, nou ja, laat me een programma zien wat past bij jou. Boven een bepaalde leeftijd hoef je niet meer precies alles aan. Ja, dat ook wel eens over gehad. Nu zag je een heel kort iets. En als je dat van een aantal kanten laat zien, met wat verschillende technieken of dingetjes, dan laat je gewoon precies dat niveau zien, zeg maar. Ja, ik probeer ook een beetje af te stemmen op wat ik kan. Probeer iets met lucht te bewegen soms. Ja. Ja, ik zag gewoon, dit is een hele mooie expressie, zeg maar.
toevallig, ik keek net op het blaadje, denk wat is het vierde damprogramma ook weer, maar ja, die is er niet, dus ja, dat is ook makkelijk. Die heb ik snel uitgelaten, dus. Ja, precies. En dan sta ik weer op de mat. Nou, misschien is het dan leuk, nu we toch hier zijn, dan gewoon een paar verschillende oekers, gewoon, en dan niet zes dingen, maar gewoon een paar maar gewoon. Dat je even wat iets laat zien. Dus, dank je, en dan een andere oeker. Tino? Hij mag nog zelf kiezen, nou dat is wel nog een soort dingen, hè. Een paar minuten. En gaan we hetzelfde doen, of anders? We doen al wat verschillende invalshoeken, verschillende vormen. Oké, 200 ja. Die komt gewoon nu al naar je toe. Houten part. Riks. Nee. Sanchi. Rokke. Sits. Hats. Ku. Ju. Juits. Juni. Ju. San. Ji, Yuko, Durak, Du Sits, Du Hats, Duku, Niju, Nijuits, Nijuni. Ja, als je herstel was, goed. Ja. Toen sprong je net weer weg je tanden, hè? Ja, dat is mooi. Ja. Dus dit gaat zeker een keer gebeuren, dus hoe ga je daarmee om? Maakt dat verder niet uit, hè? Dus, ja, je kan naar mij kijken, maar ik ga je tanden niet teruggeven, dat ga je zelf teruggeven. Ja, precies. Mooi. Dankjewel, dat is leuk om te zien, hè. Voelt er iemand anders in zijn. Dat wil ik nou. Ik wil wel een expressie van IP laten zien. In wat voor vorm dan ook. Twee stonden echt te springen. Ja, maar goed.
effect bleef dan in nog? Gaat dat? Ja. Ja. Je laat zien om het te zeggen. Nice. Jij gaat lekker ook, of niet? Ja. Ja, het ziet er goed uit. Zo rustig en verbonden. Kijk hoe het dan kan. De tijd kan ik dat. Dus we hebben nu een optie om naar een soort rust te gaan. Of nog één keer het goed op te schudden, zeg maar, met één in het midden en een paar eromheen. Maar op zich is een soort rust ook wel. Ik kan me ook voorstellen dat dat fijn is. Wij leven in een democratie, dus eens kijken wie gaat ervoor opschudden en met meerdere aanvallen. Ja, opschudden en dan rust. Ja, dat is een korte tijd. Je geest is meestal niet zo snel in stabiliseren. En wie gaat er voor rusten? Rusten? Ja. Yes. Joep onthoudt zich van stemming. Dat is een ruime meerderheid. Want je kunt het ook oefenen op een rustigere manier. Het behoud van tandem. Dit is natuurlijk allemaal uiterlijk. Hè? Doordat er iets uiterlijk op je afkomt. En doordat je vormen wil doen, dat zijn eigenlijk een beetje uiterlijke vormen die een beetje kunstmatig opgewekt worden. Jij doet uitvoeringen van technieken, zeg maar. En dat kan je helpen om mee om te gaan dat je tanden kalm blijft. Ja. Dus dit zijn allemaal oefeningen. Maar als je nog wat, ja, zo natuurlijker kijkt, is het eigenlijk de hele tijd bezig. Maar niet in vormen die jij kiest. We hebben onbewust, het onderbewuste. En het is te kort tijd om echt bijvoorbeeld je ergens naartoe te brengen dat je onderbewust meer actief wordt. Zodat je kan zien wat er met je tanden in doet. Dus dat zullen we niet doen. We zullen een soort gemakkelijke vorm doen. Maar je kan ook naar bepaalde gebeurtenissen gaan op bepaalde personen, ja, waardoor je goed van binnen kan zien wat er allemaal wat het onbewust opwekt. Maar dat gaan we nu niet doen, maar zijn we toch weer in onrust bezig de laatste minuten. Dus eigenlijk is het een gemakkelijke oefening en we zeggen altijd houd tanden, of keep on point vroeger, houd tanden. En dan kan je oefenen, dus bijvoorbeeld als je nu naar me luistert of je zit dan met je ogen dicht, whatever. Hou je tanden, maar dan ben je een beetje kunstmatig aan het doen, dus probeer maar. Je voelt een soort spanning in je aandacht, in je geest, om het ergens naartoe te brengen en het daar te laten zijn. Ja.
Dat is wel een goede oefening, dat is een soort trainen van je aandachtspier. Want ik heb het vermogen om het tandem te bewaren. Als je het vaker hebt gedaan, dan herken je dat gevoel natuurlijk ook. En dan herken je ook als het niet zo is. Dus dan kan je herkennen, oké, ik heb niet mijn tandem in mijn centrum. En ik kan het daar naartoe brengen. Misschien merk je al een cyclus, ja, dat is in tandem, maar er komt iets op, een gedachte of gevoel. Dat je even niet meer aan je tandem hebt, dan heb je al iets meegenomen. En als je dat door hebt, dan laat je dat even voor wat het is en dan ga je weer naar tandem. Je trainen. Dit is een korte tijd, maar doe je het regelmatig en iets langer. Ja, je aandacht is steeds beter hierin. Dan kan je het steeds gemakkelijker. En misschien kunnen we naar het volgende stapje doen. Dus niet meer die innerlijke spanning. Je voelt dat je met een soort gespannen geest bezig bent. Een beetje hard, zeg maar. Maar dat laat je eigenlijk helemaal los. Je laat het helemaal vrij, je aandacht. Gestuurd te worden of gecontroleerd. Een ontspannen ervaring. Ja, het zou mooi zijn als je in deze ontspannen ervaring zit, terwijl dat de mensen op je afkomen. Eigenlijk dat technieken doet.
een beetje terug gaan naar die situatie. Voel je hoe gemakkelijk invloedbaar, beïnvloedbaar het is. Deze staat, zelfs als je er al aan denkt misschien, is het misschien wat verharding. Wil je het best controleren of sturen. Spanning in met al die technieken en ze komen naar je toe. Misschien kan je meerdere aanvallen, misschien eentje vanuit, misschien eentje die heel harmonieus is, misschien eentje die wat harder is. Maar die staat blijft hetzelfde. Goed, vrij in deze ervaring ervaart dan. Kan het zijn dat je lichaam ook signalen geeft? Misschien wil je wel bewegen, terwijl dat jij hem zelf vast in een houding houdt. Misschien wil je net iets bewegen, ergens iets krabbelen, een pijntje ontzien. En laat het gewoon lekker gaan, laat het lichaam allemaal vrij, dat is eigenlijk wel. Herstellen naar een natuurlijke orde. En die is niet statisch. Statisch aspect eraf te halen is de les beëindigen. En dan weer helemaal vrij. Slag op die kant staan. Thank you.